Hallo iedereen, super leuk dat jullie er kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik het heel leuke pakketje samen met jullie unboxen. Zijn jullie benieuwd wat erin zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Allereerst wil ik sorry zeggen dat er al vrij lang geen video meer online is gekomen. Dat komt omdat ik ook geen motivatie had om echt te filmen. En ik had wel ideeën, maar mijn motivatie was er gewoon niet. En ja, ik was ook gewoon druk bezig met school. En ja, dat allemaal. Maar vandaag heb ik dus weer zin om een video te filmen en op te nemen. En ga ik dus dit heel schattige pakketje unboxen. Ik heb het trouwens zelf besteld. En ik ben echt heel excited, want ik weet dat hij erin zit. En ja, daar is het. En sorry als ik dat over mijn woorden struikel, maar ik ben gewoon super blij met het pakketje. Of ja, dat hoop ik toch. Dus in het pakketje zit zo een serum om je wimpers te laten groeien, want ik heb namelijk heel korte wimpers. Ik zal hier een betere foto zetten, van dat mijn wimpers niet echt heel lang zijn. En ja, ik zou die gewoon graag langer willen. En normaal helpt het productje ervoor. Het is volgens mij ook een natuurlijk product. Dus niet dat ik gewoon random spul om mijn wimpers meer. Dus ik hoop dat het werkt en ik zal jullie ook meenemen over de vooruitgang of het product echt werkt. Maar ik denk wel dat het echt gaat werken, want ik zag ook op haar Instagram account tussen de reviews dat je echt wel een verschil ziet binnen een maandje of zo. Dus ik heb nu echt een box, want ik hoor ook iets anders. Terwijl ik alleen maar dat serum ding heb besteld. Het komt trouwens van dit account. Het is trouwens een heel lief meisje. En ja, ik heb nu unboxen, want anders wordt de intro echt veel te lang. Dus we gaan het unboxen. Het is ingepakt in een heel leuke roze envelop. En ja, ik kan de envelop moeilijk omdraaien, want daar staat mijn adres op. Oké, het is open. Het had ook vrij snel aangekomen. Volgens mij heeft het minder dan een weekje geduurd. Of net een weekje. Maar als eerste zie ik dit... Dus ik zie die serum. Ik denk dat het zo noemt, dus verbeter me maar als het fout is. Het komt van Pink & Beauty volgens mij, dus hier komt ook gewoon het account. Het is een Lash & Brow Serum en sorry als het mijn Engels niet goed is, want ik kan eigenlijk echt geen Engels. En dan ziet er gewoon zo uit. Een soort van olie denk ik, achtig. Ik weet het niet. Ja, dus dit hè. En normaal moet je het dan elke dag in de avond op je wimpers smeren. Dus voordat je gaat slapen. En ik denk ook op je onderwimpers. Want anders groeien mijn bovenwimpers, maar niet mijn onderwimpers. Dus dit zit er als eerste in. Ik ga dat hier even zetten. Dan zie je een kaartje met thank you erop. Oh, zo'n mooi kaartje. Roze, ik hou van roze. Kijk, alles roze. En roze is mijn lievelingskleur. Dus dat komt heel goed uit. Dan een lolly. En natuurlijk een roze lolly. Of ja, het is rood. Een lolly. Echt heel leuk. En lekker. En dan zie ik hier nog iets. Maar dit had ik ook niet besteld. Net zoals die lolly. Dit is een... Even kijken. Ik weet niet wat het is. Kijk, zo'n schattig busje. Ik ga dat eens open doen. Ik zou echt niet weten wat het is. Ja, ik denk dat het een lipgloss is. Ja, het is een lipgloss denk ik. Met smaak chocolade. Ik zal dit even opdoen. Oh, dat is echt een fijne lipgloss. Normaal plakt dat toch zo. Ja, ik weet niet of jullie lipgloss dragen. Maar als ik lipgloss draag, dan plakt dat zo heel fel. En deze plakt niet. Dus dat is super leuk, want eigenlijk ik draag net lipgloss gewoon omdat dat plakt. Maar deze plakt dus niet. En ik vind dat heel fijn. En ze heeft ook heel veel lipglossjes. Dus misschien ga ik ook nog een lipgloss bij haar bestellen. Maar dan zat dit allemaal in het pakketje. Ik ga dit zeker uitproberen. Deze serum. En dan hou ik jullie ook altijd op de hoogte. En dit pakketje was helemaal niet gesponsord. Ik heb het gewoon met mijn eigen geld betaald. En ik vind het echt heel leuk. Een heel leuk pakketje. Dus als ik meer geld heb, bestel ik zeker nog iets bij haar. Zoals deze lipgloss, want ik vind die zo fijn zitten. Echt, en ik vind die ook heel mooi. Alleen, chocolade is nu niet mijn favoriete smaak. Maar wel aardbeien of zo van die dingetjes. Dus wie weet bestel ik dat zeker bij haar.
En dan deze serum. Ik wilde eigenlijk al uittesten. Maar er stond zo bij het uitlegje dat je beter een avond kunt doen net voordat je gaat slapen. Dus dat ga ik zeker doen. Ja, dan was dit al het pakketje. Dan zit het hele pakketje. En sorry dat ik zoveel praat, maar ik ben gewoon mega blij. Dus dan was dit alles. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!